Marin Wieling is 17 jaar oud en zit op het loodcollege. Ze doet op hoog niveau aan wedstrijdzwemmen en traint 8 keer per week om de top te halen. Dat ze hierdoor leuke dingen moet missen, vindt ze niet erg. Zij heeft namelijk altijd zin in zwemmen. Haar ambitie is om de Olympische Spelen te halen. Zwemmen, wedstrijdzwemmen. Hoe ben je bij het zwemmen gekomen? Ik vond het diploma zwemmen zo leuk dat ik zwemvaardigheid ging doen. En toen wilde ik door met zwemmen. Toen ben ik gaan wedstrijdzwemmen. Ja. Want wat maakt dat jij bent gaan wedstrijdzwemmen? Want ik bedoel, de meeste kinderen die krijgen zwemles gewoon van vroeger. Ja. Bleek bijvoorbeeld al vroeg dat je talent had? Of hoe is dat gegaan? Nee, ik had eigenlijk in het begin was ik helemaal nog niet zo goed. Maar sinds de jaren daarna ben ik steeds wat beter geworden. Toen mocht ik ook meedoen aan de Nederlandse kampioenschappen. Ik zwem 8 keer per week, dus dat is 16 uur. En dan komt er nog 2 uur krachttraining bij en landtraining. Dus je steekt er ontzettend veel tijd in. Ja. Waar komt die motivatie vandaan om elke dag opnieuw naar de training in Amersfoort te gaan? Ik vind het gewoon heel leuk om te zwemmen. En daar wil ik eigenlijk wel alles voor doen. Wat is je droom? De Olympische Spelen halen. Maar om de Olympische Spelen te halen moet je een bepaalde limiet halen. Dat is een hele scherpe limiet. En dan moet je ook nog bij de beste 2 van op die afstand bij de beste 2 zitten. En dan mag je, dan zou je kunnen deelnemen aan de Olympische Spelen. Maar die kans is heel klein. Maar het zou natuurlijk fantastisch zijn ook om om op een ander groot toernooi mee te mogen doen. Dus, ja, want je hebt dus nu dan deelgenomen aan de NK's en daar heb je dus ook al medailles gewonnen. Wat is dan de stap die hierna komt? Ja, er zijn ook de limieten te behalen voor dan de Europese jeugdkampioenschappen. Maar die liggen ook wel heel scherp. Maar, en dan komt de EK en dan de WK. Maar in de komende jaren, dat ligt nog wel ver weg. Hoe doe jij dat eigenlijk combineren nu met je school dan? Ik kan met mijn loodstatus heb ik de mogelijkheid om in ieder geval lichamelijke opvoeding en maatschappijleer niet te doen. En ik kan mijn rooster aanpassen zodat ik de trainingen haal. Mm-hmm. En dan in de uren die leeg blijven, doordat ik gym en maatschappijleer dan niet doe, dan hou ik de andere vakken in of maak ik mijn huiswerk. Stel, je zou niet meer kunnen zwemmen. Wat zou dat voor jou betekenen? Oh, dat zou ik echt niet. Ik weet eigenlijk niet. Ik weet niet wat ik zou doen als ik niet zou zwemmen. Ja. Nee. Ja. Ik heb ook nog tijdens de coronaperiode buiten gezwommen. Toen de zwembaden dicht waren. Hoe kun je dat aangeven? Dat vroeg ik mij nog wel af. Want het was tijdens de coronaperiode zo dat je binnensport niet mocht doen. Ja, klopt. Hoe heb jij die periode overleefd dan? Toen heb ik buiten gezwommen in Amsterdam. Ja. Ook nog in de sneeuw.